leiders ontzet, die moeten we niet vergeten. Die mogen we niet vergeten. Daar zijn we voor. Onze trots, onze binding met deze stad vertaalt zich in onze waardering en onze ondersteuning van leiders ontzet, van de viering. En dat we daarin ook zeker gezien worden, dat onze rol daarin ook gewaardeerd wordt, werd even duidelijk gemaakt door de Driftoververeniging. Door middel van een symbolisch cadeau. Het is een historische print van de viering van het derde eeuwfeest van de Driftoververeniging. We hebben hem in laten lijsteren, een mooie vermelding eronder ter gelegenheid van derde lustrum. En Tom Holzwilder is zo vriendelijk geweest om deze print namens ons hier een plekje te geven. Dit is ons thuis, dit is ons clubhuis, hier ontmoeten we elkaar. Dus het 3 oktober Gilde is hier voortaan zichtbaar verankerd, zichtbaar aanwezig. Ik wil graag voor Tom een hartelijk applaus voor dit mooie gebouw. In dit lustrumjaar zijn we weer bij elkaar en met een mooie traditionele haringparty. Nou zijn wij van het Gilde niet zo van de magere jaren, dus wij gaan voor de vette vis. De haring dit jaar, de oude haring, als ik het zo mag zeggen, ja, het zijn eigenlijk nog steeds baby's, maar die heeft een prachtig vetpercentage, nu nog van 22% hebben we het. Ja, dat zijn de beste. Dat zijn de beste, ze zijn nu nog op z'n lekkerst. Die jonkies eigenlijk van over een paar dagen, die moet je eigenlijk nog maar niet hebben. Die zijn een beetje aan het maken. Goed, dan gaan we toe naar het hoogtepunt van deze middag. Jullie verwachten hier Alexander Pechtold. Ik verwachtte hem ook. Maar ik kreeg net, een kwartiertje geleden, een berichtje dat hij wordt opgehouden in Den Haag. Hij redt het niet. Hij komt niet. Nou, en ik vreesde heel even dat ik dan zelf zou moeten invliegen op deze middag. En dat wil ik jullie eigenlijk niet aandoen. Dus we hebben du moment hier iemand bereid gevonden om te veilen. En wees vriendelijk, wees lief, heb medelijden met ons. En geef gul. En maak dit jaar de pleintattoo, want daar vijven we vandaag voor. De pleintattoo. Ik wil graag de gelegenheidsveilingmeester van deze middag aan jullie voorstellen. En geef hem een hartelijk applaus, want ik denk dat zijn hart eens een keer klopt. Rudo Slappende. Ja, goedenavond is het inmiddels. Ja, ik ben geen Alexander Pechtold. Ik hoop wel dat ik een grote opbrengst voor elkaar kan krijgen samen met jullie. We hebben het goede doel net gehoord. Straks gaan we het vaatje veilen natuurlijk. Maar we hebben een heleboel andere kabels. De spelregels zijn heel simpel. Houd je kaartje nog omhoog tijdens het bieden. Ik zou toch graag eerst even willen zien waar de kaartjes zijn. Dus we gaan ze nog één keer omhoog houden zonder dat er echt geboden wordt. Dus laat nog even je kaartje zien. Dat is waar we staan. Korte reactie in ieder geval. 6050. Wie ziet er met 1000 euro bij? 4,75 is het bod dat ik zoek. En dat is inmiddels ook gegeven. Dankjewel Thijs. 10 euro, 20 euro, 30 euro, 40, 50, 76, 80, 90, 150, 150, 175, 2, 225, 250, 275, 325. 325 is geboden, daar gaan we het graag op. 350 van willen zien. Dat is geboden. En 375 ook, 400 inmiddels ook. 400 is geboden voor twee kaarten voor Jochem Meijer. En het zijn kaarten voor de voorstelling van 9 november. Wie biedt 4,25? 4,25 is een bod dat ik zoek. We gaan hier via Amerikaans systeem. Ik heb nog even voor de zekerheid aangevraagd. Ik ben niet van veilingmeester. Alles wat je biedt, betaal je. We gaan de veiling starten voor het vaartje voor dit jaar. En we beginnen gewoon met 0 euro en we gaan met 25 omhoog. We beginnen met 25 euro. 25 euro voor 118. 50, 108. 75 voor 96. Dat betekent 100 voor 119. Kom op mensen, het is een beetje moeizaam vanavond. Ik zou het leuk vinden als we zo meteen kunnen twitteren. En Alexander Pechtold daarin kunnen noemen. Toch een mooie opbrengst hebben gehad met dat vaartje haring. En dat ik denk, ben ik daarvoor nou in Den Haag gebleven? Omdat dat die niet anders van natuurlijk. Wie biedt er 100 euro? 100 euro voor het vaartje haring. 100 euro voor het goede doel waarvoor we hier staan. We hebben met z'n allen een Leidse hart en een Leidse hart moeten we vanavond laten spreken. 1000 euro gaan we omhoog. En dat betekent dat we naar een bieding gaan van 6050, hè? 6050. Dat is waar we staan. Kort reactie in ieder geval. 6050. Wie biedt er met 1000 euro bij?
5050 euro staat er voor jou aan. En nu is de vraag, is er iemand die daar overheen gaat? Met pollepel en al, dan moet ik zorgen dat ik hem niet laat vallen. Eenmaal 5050. Andermaal. Oeh, 6050 voor nummer 74. Voor Abcoor. En zo is er opeens 6000 euro meer. 6050 is het bot. Abcoor, dankjewel. 6050 zijn we al heel blij mee. Maar 7050 zijn we heel blij mee. Arjan Nees doet zijn hand, want er zit een kaartje in. En ik zou heel graag nog een bot willen zien, maar wel een kaartje in. 6050 euro. 2000 euro dan. 6050, andermaal. We gaan er één keer op. 7050! Maar je moet voor je zoenen, hè? 7050! Daar staat hij nu op. 7050! Ja, voor. Want er staan 8050. Zou ik denken. 7050. We moeten nog wel kunnen overleggen. En het fijne is dat we allemaal wel echt aan het doen gaan. De pleintochten. De pleintochten die wij als Gilde kunnen gaan ondersteunen. Want het is een evenwijd van de leden groeien van de Gilde. Ik mag een paardje schoolgooien. Ik mag een paardje schoolgooien. En met de 8050 euro, want er staat op 2050. Hij is nu bij jou. Ik kijk met een schuin oog naar Abcoor. Ik kijk met een schuin oog naar TK. En ik kijk recht in de ogen van Sloot. 8050 is het bod dat ik wil. Wie gaat er nog één keer mee voor 1000? 8050, we zitten nu op 7050. 7050 eenmaal. 7050 andermaal. Klopt dan maar. Ja, die is goed op je voorhoofd kreeg, hè? Je hebt het goed gedaan. Helemaal super. Richard. Onwijs bedankt aan. Ah, ik zie mijn fotografie alleen maar boven de middel, want je broek zit heel erg lang aan bij jou. Ja, hier! Ja, hier!